Dit is een kleine test met het fietsroutenetwerk. JavaWare heeft een website gemaakt voor Jan Kelder, waarbij alle fietsroutes van Nederland netjes in een kaart staan. Groningen is het laatste toegevoegd, schijnt het. Dus wij gaan met kliksleep naar Groningen. Kijk, wij zien hier dus inderdaad nog wat missen. Die is nog niet helemaal aangevuld. Laten we nu gewoon eens in deze buurt. Assen ergens bij het station begint. Kijk, hier begint iets. Dus we klikken die route aan en we zeggen we gaan naar beneden. De volgende segment klikken we aan. We schuiven naar beneden. We gaan hier naartoe. We gaan hier naartoe. Ja, nou, nu moeten we eens even kiezen. Wat gaan we doen? Gaan we richting Westerbork of gaan we richting Zwolle? Even wat verder uitzoomen. Zo, even kijken. Zwolle ligt hier, dus ik denk dat Hogeveen is misschien wel de meest logische. Hogeveen, we gaan hier iets aantikken. We gaan hier naartoe. Zo, dan gaan we eventjes hier naartoe. We gaan inzoomen. Dit gaat iets te snel, dat is dan de schuifknop van de muis. Heeft Hogeveen ook een station? Ja, dat ligt hier ergens aan de zijkant. Zijn we daar al bijna? Dat zal ongeveer hier liggen. Dus we gaan hier naartoe en ik zet dit segment neer. Dit laatste zouden we dan kunnen negeren. Toon mij de gehele trek. Ik heb 52 kilometer bij elkaar gemaakt. En ik zeg hier opslaan. En ik zeg hier dus trek Assen Hogeveen. De kleur is blauw. Opslaan. Hij vraagt eventjes waar wil ik dan naartoe. Ik zeg bestand opslaan. Mijn bureaublad zetten. Door middel van bewaren. En nu staat hij op mijn bureaublad. Nadat hij op mijn bureaublad staat, kan ik hem weer in Basecamp importeren. Of in MapSource importeren. En naar mijn toestel verzenden. En uiteindelijk deze trek gaan rijden. Dit blijft natuurlijk een trek, dus over het algemeen met de meeste toestellen krijgen we geen navigatieinstructies. Tot zover dit voorbeeld.